De eerste helft van de jaren 80 brengt economisch zwaar weer. De industrie wordt gesaneerd en ambtenarensalaris en uitkeringen moeten omlaag. De angst voor een nieuwe ronde kernbewapening van Oost en West, van Warschau-pact en NAVO, komt naar buiten in grote demonstraties tegen de kruisraketten. Alle tegenstanders van nieuwe kernbewapening bundelen zich in de vredesbeweging en komen tot een eerste massale demonstratie in Amsterdam in 1981. En daarna houdt het niet meer op, totdat het hoogtepunt bereikt wordt in Den Haag. De grootste demonstratie ooit in Nederland. Gasraketten, weg met die vieze, vuile, vette gasraketten. 550.000 mensen komen naar Den Haag. De grootste bijeenkomst ooit in Nederland gehouden. Er is een vrouw die tijdens de vredesdemonstratie voor de grootste verrassing zorgt. Lid van de koninklijke familie, zus van de koningin. Prinses Irene legt op het Zuiderpark getuigenis af van haar bezorgdheid. Door de wapens die we nu gemaakt hebben, staan we op de rand van de afgrond. En we kunnen nu geen fout meer maken. Het hoogtepunt van een zonder incidenten verlopen betoging die Den Haag verandert in één groot vredescircus. Ongerief bij het vervoer vermindert het enthousiasme in geen enkel opzicht. Woensdag 8 december. Om 2:00 morgens openden de militairen de aanval. Ze verwoesten een vakbondsgebouw, 2 radiostations en de drukkerij van een krant. Diezelfde nacht worden tientallen journalisten, advocaten en vakbondsleiders gearresteerd. Landgenoten, vannacht hebben wij een poging tot een machtsovername die met veel verlies van mensenlevens gepaard zou gaan, vroegtijdig kunnen veredelen. Boutersen zwijgt over wat er gaat gebeuren met de gevangen journalisten en advocaten. Zoals hij tot nu toe gezwegen heeft over wat er later die avond werkelijk gebeurd is. Over hoe onder zijn ogen vooraanstaande Surinamers zijn doodgemarteld en doodgeschoten. Een amateurfilmer zal later de omgeving filmen waar, naar we nu weten, de executies plaatsvonden. Bij het cellencomplex achter het gebouw van de militaire politie. Buiten het academisch ziekenhuis in Paramaribo verzamelen zich diep geschokte familieleden. Binnen liggen 15 doden. Onder zeer grote publieke belangstelling vinden 15 begrafenissen plaats. En de volgende dag demonstreren duizenden vrouwen in Paramaribo tegen het militaire bewind. Zoals er ook in Amsterdam en in Utrecht en in Den Haag wordt gedemonstreerd tegen de Surinaamse militairen die we 2 jaar lang het voordeel van onze twijfel gaven. Als u het wilt en als vele tienduizenden anderen wilt en als het effort dan geholpen door de sociale uitkeringsgerechtigde, dan is er geen macht in dit land die ons kan tegenhouden. Succes! En toen viel min of meer het startschot voor de acties. De Rotterdamse brandweer schuimt uit woede de hele hal van Binnenlandse Zaken om. Amsterdam wil niet achterblijven en neemt later het Binnenhof voor zijn rekening. Bij de spoorwegen rijdt geen trein meer op tijd. Ik had moeten vertrekken om 16:56, maar zoals u ziet heb ik geen locomotief. Dus het zal moeilijk worden om te vertrekken om de juiste tijd. Met ernstige vertraging moet rekening worden gehouden. Overstap op de bus heeft vaak geen zin.
Uitwijken naar de auto geeft ook de nodige verrassing. De staking bij de post levert vooral voor het bedrijfsleven veel problemen op. Ingebouwd in Bergen Post hebben de PTT'ers wat ruimte vrijgemaakt om de tijd door te brengen. En dan zijn er de demonstraties, zowel te voet als met het materieel. Zowel binnen als buiten. En dan is er het vuil. In Amsterdam en Rotterdam moeten de mensen het zelf maar doen. 10 keer moet de rechter eraan te pas komen. Hij bepaalt in het begin dat het mag en aan het eind dat het afgelopen moet zijn. Het mocht, maar het mag niet langer. Paus Johannes Paulus II komt 4 dagen naar Nederland. Naar een kerkprovincie waar de meningen zeer uiteenlopen en waarover Rome zich zorgen maakt. Mevrouw Wasser neemt een kloek besluit als ze eenmaal voor de paus staat. Op persoonlijke titel wil ik toevoegen: gaan we op een geloofwaardige manier om met de bevrijdende boodschap van het evangelie? Als er een opgestoken vinger gepredikt wordt in plaats van een toegestoken hand? Als er geen ruimte, maar uitsluiting wordt aangezegd aan ongehuwd samenwonenden, gescheidenen, homoseksuelen, gehuwde priesters en vrouwen? Daarbuiten is het gejoel nog harder. Een demonstratie die tenslotte flink uit de hand loopt. Die rellen dringen hier niet door. De paus wordt als een gevierd persoon binnengehaald. Vandaar misschien zijn onverwoestbaar optimisme en vertrouwen. Leve de kerk in Holland. Totaal onverwacht en buiten alle schema's om, zoekt hij, zelfs tot 2 maal toe, de andersdenkende kardinaal Alfrink op. Een poging tot verzoening, vinden veel katholieken. Maar tegelijk zijn zij er ook van overtuigd dat het bezoek van paus Johannes Paulus II de oneenigheid in de Nederlandse kerkprovincie niet heeft opgelost. Zijn persoon heeft indruk gemaakt, dat wel. We have ignition and liftoff. Liftoff of Challenger and spacecraft D1 mission. Met deze capriolen weet Ockels alle belangstelling naar zich toe te trekken. Ockels is erg actief aan boord en is vaak te zien in de buurt van de televisiecamera's. Maar zelf met een camera werken hoort ook bij de taak van een astronaut. Op verzoek van het vluchtleidingscentrum repareerde Ockels een defect aan een oven waarmee experimenten worden gedaan. Hij redde daarmee een aantal belangrijke smeltproeven van verschillende metaalsoorten. De werklust van Ockels is zo groot dat de vluchtleiders hem steeds moeten dwingen om te gaan slapen. Het is overigens tot vandaag erg warm geweest in de shuttle, meer dan 25 graden. Redenen voor Ockels om in korte broek aan het werk te gaan. Zittend werk, zonder stoel overigens. De vluchtleiding in het Duitse Oberpfaffenhofen heeft Ockels inmiddels extra proeven laten doen met een slee. Voor de astronauten een soort martelwerktuig. De stoel wordt heen en weer geschoven, terwijl de astronauten niets zien. Tegelijkertijd wordt er lucht in de oren geblazen. En zo wordt gemeten na hoeveel tijd iemand in de ruimte misselijk wordt. Het opwekken eigenlijk van zeeziekte in een ruimteschip. De proef, die op verschillende snelheden gedaan wordt, wordt later ter vergelijking op aarde nog enkele keren herhaald. Ockels heeft zijn marteling volgens de begeleiders buitengewoon goed doorstaan. Het zal tot april 2004 duren voordat er weer een Nederlandse astronaut de ruimte ingaat. Nu is het André Kuipers, maar hij vliegt samen met de Russen in de Soyuz naar het ISS. Het is een klein land, dus je moet oppassen dat je niet iets te laat komt, want dan ben je er alweer voorbij. Maar het is prachtig te zien.